Met veel geweld wordt industrieterrein Strijp veranderd in een nieuw centrum voor design en lifestyle. Het bekendste stuk is nu nog het oude Philips Klokgebouw, maar een paar straten verder is nu ook ontwerper Piet Hein Eek neergestreken. Vooral bekend door zijn meubels van sloophout. Dit is de oude keramiekfabriek van Philips en die hebben we gekocht. En daar is nu onze werkplaats aan die kant, links de kantoren. We hadden al een showroom, dus die zit er omheen. Maar het pand is dermate groot dat we er allerlei andere activiteiten en samenwerkingen bij gezocht hebben. Een restaurant, dat was eigenlijk een lunchroom, maar het was zo mooi en groot, het werd een restaurant. Een galerie, en we zouden kunst gaan doen, maar nu zit er een volledige galerie komt erin. Want naast het werk van Eek zijn er ook ontwerpen van andere kunstenaars te zien en te koop. Het centrum van het pand wordt gevormd door een enorme werkplaats. Bezoekers kunnen door de talloze ramen kijken hoe de meubels worden gemaakt. Ja, als je hier rondloopt, dan heb je echt een enorme connectie met het product en met de jongens die het staan te maken. En heel dat verhaal is... Er wordt vaak gesproken tegenwoordig over transparantie van een product. Meestal koop je iets en je weet niet door wie het gemaakt is, niet door wie het ontworpen is, niet waar het gemaakt is, niet waarvan het gemaakt is. Nou, dat is bij ons allemaal zonder klaar en is het altijd geweest. En nou hebben we ook het onderkomen waarin dat volstrekt duidelijk wordt. Zo wordt in de volksmond een lelijke stad Eindhoven toch nog een stukje mooier? Nou, dat wordt in ieder geval mooie dingen. Het design wordt er getoond. Maar ik vind juist die gebouwen van Philips, het oude S-gebied, NT en dit ook, dat is enorm grootstedelijk. Dat kom je op niet veel plekken tegen. En zeker niet zo dicht tegen een centrum. Mm-hmm. Ik verwacht ook dat het centrum zal uitbreiden, CQ verschuiven in die richting. En ik denk dat Eindhoven in die zin wel hele mooie gebouwen heeft. De oude Bosdijk, als je binnenkomt met de hoofdkantoren van Philips, dat zijn toch wel fenomenale gebouwen, moet ik zeggen. Voorlopig is er op Strijp nog genoeg sloopmateriaal te vinden om nieuwe meubels van te maken.